De Flevolandse economie is sterk internationaal georiënteerd. In 2019 is er voor 5,5 miljard in Flevolandse goederen geëxporteerd. Dat betekent dat heel wat Flevolandse producten de grens overgaan. Ja, en daarom deze week iedere dag op dit tijdstip een goed gesprek over de export uit de provincie. En vandaag de gast, Claudia Smits Hups van Boomkwekerij Roelofs. Uh, Claudia, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Allereerst, wat is dat voor bedrijf? Wij telen appel en perenbomen en vruchtbomen onderstammen. Ja, hier okay. vlakbij. En, maar die gaan dus allemaal naar het buitenland? Nee, dus ze gaan niet allemaal naar het buitenland. Ongeveer uh, 50, 60 procent uh, exporteren wij van de bomen. En bij de onderstammen is dat bijna 90%. Procent. Okay. Maar, maar hoe groot zijn die bomen dan al? Want het lijkt me nogal een ingewikkeld product om te exporteren, toch? Um, de onderstammen is wat makkelijker, inderdaad. Dat is een wat compacter product. Uh, maar appel- en perenbomen zijn ongeveer anderhalf tot twee meter hoog. Hoe oud zijn ze dan? Uh, appelbomen zijn twee jaar en perenbomen driejarig. En ze worden met naakte wortel geëxporteerd. Op pallets, zeg maar. Wat zijn uh, naakte wortels? Ja, naakte wortels. <laughs> naakte wortels. Ja, wat dat, is dat? Dat zit dus uh, zeg maar geen uh, kluit of uh, een... Uh, Oh ja, precies. Er zit een kluit maar die, die, die schud je leeg en die spoel je af en dan hou je gewoon die wortels over. Ja. Dat zijn de naakte, naakte, ja, wortels. naakte wortels. Waar gaan die bomen naartoe eigenlijk als ze naar het buitenland gaan? Uh, wij zijn eigenlijk sterk op Europa georiënteerd. En met name Duitsland, België, uh, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Polen. Dat zijn toch wel de belangrijkste afzetmarkten voor uh, de bomen. Dus eigenlijk de Poolse peren zijn eigenlijk Nederlandse peren. Sterker nog, Flevolandse peren. Ja, dat, uh, dat zou uh, kunnen, ja. Ja. En, en, en um, de aantallen, hoeveel bomen gaan er, de, de kweken jullie eigenlijk? Wij produceren zo'n 1 miljoen appel- en perenbomen. En dat doen we hier ongeveer zo'n 10 kilometer van jullie plek af. Oh, en je zei, ze zijn twee à drie jaar oud hè. Kunnen we een klein beetje in dat proces duiken. Want we beginnen met een zaadje en dan heb je ze dus een paar jaar ben je hiermee bezig. Nee, je begint eigenlijk niet met een zaadje. Oh. Nee, het zit anders. Want dat gaat niet. Want dan zouden alle nakomelingen bij Appel of peren zouden verschillend zijn. En wij willen natuurlijk dat we allemaal dezelfde. Rassen in de boom gaat hebben. Hè? Ah. Dus bijvoorbeeld uh, het meest populaire appelras in Nederland is de Elsta. En die vermeerderen we dus uh, vegetatief. Dat wil zeggen dat alle nakomelingen altijd Elsta zijn. Maar hoe en werkt dat dan? Je, daarvoor heb je een onderstam nodig. En op die onderstam enten wij dan een stukje hout van een Elsta. En als je goed naar een oudere appelboom kijkt, kun je dat ook zien. Want er zit meestal zo op 20 centimeter hoogte boven de grond zit een knobbel. Yeah. En daar zit dus eigenlijk de veredelingsplek. Ja, want de enten dat is dat je een soort hapje eruit neemt, toch? Ja, je snijdt eigenlijk een stuk hout. Meestal zijn dat twee knopjes. Die snij je van een stukje hout van Elsta. En die zet je dan op de onderstam. En dat is dan meestal een M9. Een malus staat voor appel. En dat is een onderstam die ervoor zorgt dat de boom niet zo zwaar groeit. En ook heel regelmatig vruchten draagt. Maar Claudia, dat is toch heel veel werk? Dat is allemaal handwerk. Ja, klopt. En een miljoen bomen? Nou. Ja, ik mag maar. ook je helpen. Ja. Je kan meteen door, want het is vlakbij. Het is vlakbij, tien kilometer verderop. Ja. Ja, maar dat is heel veel werk dus. Ja, klopt. Om dat allemaal te enten en, en uh, zo door te ja. laten gaan. Ja, ja. W wat, wat is de beste tijd om dat te doen? Dat enten... Dat enten, dat doen we in de winter. Ja. Um, januari tot en met maart ongeveer. En in april, mei gaan de planten in de grond. En dan loopt dus die ent, die dus veredeld is, die loopt uit. Ja. En uh, daarna moeten we allerlei uh, handelingen aan verrichten, knipwerk, we moeten die boom gezond houden. Yeah. We moeten het ook nog redelijk onkruidvrij houden. En uh, twee jaar later hebben we dan een appelboom, en die rooien we dan in november. Daar starten we mee. Yeah. En meestal zijn we rond kerst of begin januari klaar, dat ligt ook soms aan het weer. En de afzetseizoen loopt bij ons dus vanaf november tot en met nu. Want we zijn nu nog de laatste bomen aan het uitleveren. Ah. Oh. Hé, hey, en um, klopt het dat als jullie op kleigrond dat allemaal doen? Ja. Wij zitten hier op zeeklei. Zes meter onder, onder zeeniveau natuurlijk. Ja. En um, ja, dus dat klopt. Maar kunnen die bomen dan zomaar... Want niet, ze hebben niet overal die kleigrond. Kunnen die ergens anders dan gewoon weer in, in de grond worden gezet? Um, op de hele wereld uh, zit het zo dat je eigenlijk uh, appelbomen niet naar het zuidelijk halfrond kunt uh, exporteren. Yeah. Want daar is het natuurlijk een omgekeerd seizoen. Dus die landen vallen eigenlijk voor appel- en perenbomen af. Um, en dan kijken we nog naar uh, of de grond uh, niet te zout is of uh, een te hoge pH-gehalte heeft. En dat de appels ook kunnen kleuren en de peren ook rijp worden. Dus je hebt bij appel en peren ook een koude behoefte nodig. Dus um, die, um, die moeten een winterperiode doorheen. Het is toch heel ingewikkeld dat je, als je thuis een appeltje zit te eten, dat dit er allemaal achter zit? Ja, dat zit heel, veel. Er zit heel veel. veel. Elk hapje wat je van de appel neemt, moet je er eens even bij stil gaan staan. Maar hoe ingewikkeld het allemaal is. Ja, maar even terug, naar, even terug naar, dat, naar die export. Want de hele week hebben wij het over exporteren. Gaat dat makkelijk? Ik zeg altijd: over de hele wereld worden altijd appels gegeten. Dus overal hebben ze appelbomen nodig. En soms gaat het in het ene land wat moeilijker. We hebben dit jaar wel bijvoorbeeld wat bomen naar Oekraïne kunnen leveren, wat we eigenlijk niet verwacht hadden. Um, dat is toch gebeurd. Um, maar je ziet ook dat sommige landen opkomende markten en soms zie je ook dat het uh, in een land wat minder kan gaan. En dan, uh, ja, dan heb je even toch problemen in de afzet. En welke land is op dit moment het meest gek op de Flevolandse appels en peren? Duitsland is wel. Ja, uh, ent, uh, ja Duitsland uh, zien we toch wel uh, groeien. Die willen toch wat meer zelfvoorzienend worden. Um, en je ziet ook uh, Engeland uh, daar toch wel een groeiende behoefte hebben aan uh, goede appel en peren. En hoe groot is de kans dat als we in Duitsland uh, een appeltje kopen, dat die ook echt hier vandaan komt, oorspronkelijk? Die kans is zeer uh, reëel. Ja? Ja, ja, als je naar een fruitbedrijf gaat, je hebt bijvoorbeeld in Noord-Duitsland een heel groot fruitbedrijf. Stel, je gaat op doorreis naar Zweden. Dan, uh, nou ja, dan rij je dus prachtig door een landschap met allemaal fruit. Dan is de kans zeer groot dat er bomen staan uit Flevoland. Nou, weer iets om trots op te zijn. Ja, Leuk hè? Flevoland is wat dat betreft zo, zo mooi. De hele week hebben we het gehad al over, over export. En de meest gekke dingen komen voorbij. Maar dit is wel weer heel uniek en heel speciaal. Claudia, dank je wel dat je aanwezig wilde zijn. Ons een beetje wilde informeren over de, de appels en de peren die naar het buitenland gaan. En heel veel succes. Ja, dank je wel.